Yo beste kijkers en welkom bij alweer een nieuw avontuur van Lost Buildings. We gaan vandaag naar de verlaten villa in België. En hier is een markt gaande, dus het is hier best druk. Dus we gaan kijken dat we er binnen kunnen komen. En het schijnt super mooi te zijn, dus ik zie jullie daar. Je kijkt naar Lost Buildings. Yo beste kijkers, we zijn in het pand aangekomen. Echt compleet gesloopt, zoals jullie dat kunnen zien. Nog een kamertje. Hij is flink in huis gehouden door jeugd. Heel rommelig. Heel veel rommelig. Ik zit vol in het weer, maar mijn adres is niet met van Kim is hier geklommen. Ja, dit was een open haard geweest, een beetje in die richting. Wat vond jij van deze locatie, Paul? Ja, we gaan de veranda nog even bekijken, maar voor de rest... Ja, maar dat is heel zo gesloopt is, ja. Nog een vet huis geweest vroeger. Ja, meerdere verdiepings. Ja. Kijk, het zijn nog wel... Dit zijn bedden geweest, waar je je hand in had. Ja. Mooie oude meubels, maar... Ja, die kast die zoest niet helemaal.
dan is het echt gewoon compleet gemolesteerd. Ja, jammer. Wat was dit dan, denk je? Een spiegel. Ja, spiegel? Ja. Veel spinnenwebben zou je wel kunnen zien. Ja. Dit is, kijk, dit was het voorste stuk. Of dit het achterste. Van bed, ja, van bed. En dan kom je, ja, heb je zo'n matras ertussen. Frans, wat je wel kunt zien. Kijk, een hele oude afbeelding van vroeger. Dus dit is rond 1991 verlaten. Paul, wat zie je? Dit is een garage. Ik ben hem op het. Ja. Zou er nog een auto in staan? Denk het niet wel? Moeite net waard. Nee. Ga maar voor. Nee, maar wat is die kant op? Zit nog? Misschien. Of is dat niet die kant op? Of is dat niet hè? Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out. Leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.